Heet, hè? Kijk, knetter lekker. Vuur houdt dat knetter. Het is een kunstwerk. De boom die uit de kachel is herrezen. En iedereen vraagt zich af natuurlijk, hoe is die kachel erom gekomen? Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat is een geheim. Er zitten geen scharniertjes aan zoals je ziet. Hij is dus niet open geweest gisteren. Ja, hij is er omheen gegroeid. En normaal stop je dus hout in de kachel, nu komt het hout eruit. Hè? Dus ik kan niet wachten tot het voorjaar wordt. Je hoort de vogeltjes al. Hè? Ik kan niet wachten tot het voorjaar wordt, dat hij helemaal in groen staat. Maar er is wel een hele mooie foto van. Cultuur op straat, hè? Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. En iedereen heeft het hierover. En dat is gewoon leuk. Nou ja, zoals je ziet heb ik wat met vuur. Vuur is iets onvoorspelbaar, toch? Het is belangrijk dat je die kachel ook heel heet stookt. Maar het moet ook weer niet te heet zijn, want dan verdwijnt alle rook de schoorsteen in. Dus daarvoor heb ik een hulpmiddeltje, en dat is zo'n metertje. En dan meet ik de temperatuur van de rookgasafvoer. En dan kan ik precies zien hoe heet ik stook. Zowel als ik te heet stook, dat betekent boven 250 graden Celsius, moet ik iets doen. En dan kan ik hem wat minder zuurstof geven, bijvoorbeeld. Nou, deze kachel komt uit Frankrijk, 1925, en is ja, Franse art deco, noem ik dat. Ja, het mooie is van die oude kachels ook dat ze leven. Je ziet het, die maille, dat heeft twee kleuren. En dat zie je, dat maakt juist die kachel heel levendig. En er is geen kachel, is er dezelfde. Zo heet die kachel ook, die heet op zijn Frans Le Nonpareil. Le Nonpareil staat erop. Oké, doei. Vroeger ging ik heel vaak naar hele grote antiekmarkten, Brocantes. Dat is een heel klein beetje veranderd, omdat er internet is, maar toch, daar vind ik ze nog steeds. En doordat mensen mij kennen, ik heb al 25 jaar deze zaak, en mensen bellen op. En soms kom ik ook van klanten kachels terug, die ik 10 jaar geleden verkocht heb, dat het ja, soms zonder exemplaar is. En mensen verhuizen of zo, of gaan dood of zo. En dan komen ook weer die kachels bij mij terecht. Het restaureren is eigenlijk het machtelijke. En elke kachel is nieuw en elke kachel is weer anders. Ik weet nooit wat ik tegenkom. Maar ja, wat niet altijd standaard is, en dat moet je oplossen. Dus dat is ook de uitdaging. Ik heb in Noorwegen contact met een man en die is een boer en die doet als hobby, verkoopt die oude kachels, gamle ovenen, zo heet dat op zijn Noors. En dan kom ik daar en het eerste wat hij vraagt, en dan kijkt hij met die pretovens, kijkt hij mij aan. Harde öl, heb je bier? Ja, nou, ik zeg ja, ik heb wel een flesje bier in de auto en ik geef hem die bier en dat drink je zo in één keer op. En dan heeft hij daar een oude woonwagen staan en allemaal lege flessen. Volgens mij weet zijn vrouw dat helemaal niet, weet je wel. En alcohol is heel duur in Noorwegen, zoals je weet. Dus ik neem altijd wel iets mee, maar je mag niet te veel meenemen. Dus wat ik deed, ik onderhandelde met de prijs en cognac. Zo deed ik dat. Ja.
Ik kijk niet meer uit, maar het gaat er maar. Ik heb het gewoon neergezet. Als je misschien tussen je moeder en je vader.